De minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, WIBIS, Armand Agaybersing van Financiën en Planning en Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, zijn afgelopen zaterdag voor een tweedaags bezoek naar Nederland vertrokken. Tijdens dit werkbezoek zullen de bewindsmannen gesprekken voeren met regeringsautoriteiten, ministers en andere hoge functionarissen omtrent de samenwerking tussen de beide landen. Verder komen een aantal lopende zaken internationaal, waaronder de onderhandelingen met het IMF en de steun van Nederland daarbij ook aan de orde. Minister Jubitana zal wat betreft de toerismeontwikkeling in dialoog gaan met verschillende organisaties en met zijn collega minister van Verkeer en Waterstaat. Ministers Agaybersing en Ramdien zullen met de minister en deskundige autoriteiten van het ministerie van Financiën in Nederland van gedachten wisselen. Die gesprekken gaan met name over het IMF gebeuren en de meer structurele samenwerking op het gebied van ondersteuning voor de Belastingdienst en de douane. De voorlichtingsdienst van de overheid laat weten dat het om een kort maar dringend bezoek gaat. De delegatie keert woensdag terug naar Suriname.